De nieuwe regels die worden ingevoerd voor het onderwijsproces zijn niet moeilijk. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei vandaag bij de start van consultatiegesprekken met schoolleiders dat met de regels veel mensen denken dat het ministerie steeds bezig is met vernieuwingen die niet te begrijpen zijn. Levens verduidelijkt dat er echter om gaat dat er een situatie wordt gecreëerd waarbij kinderen niet worden afgestoten uit het onderwijssysteem. Een ieder krijgt de kans iets te worden in de maatschappij en kinderen moeten zich veilig voelen rond hun leeftijdsgenoten. Levens zegt daarom dat het proces van doorstromen belangrijk is, omdat een rapport met cijfers beperkingen oplegt. De lagere school moet veilig worden gehouden voor de doelgroep, zegt de minister. De lagere school is niet voor jonge mannen van 15 jaar. Is echt niet voor jonge mannen van 15 jaar. Die lagere school is voor kinderen van 4 tot 12 en dan moeten ze weg zijn vandaar. Die kinderen moeten zich veilig voelen tussen hun leeftijdsgenoten. En u heeft van al die onveilige verhalen gehoord, vorige week nog. Onveilige verhalen voor kleine meisjes van 9 die rondlopen op het erf met jongens van 15. Onveilig. De lagere school is voor kinderen van 4 tot 12. De nieuwe regels die in het onderwijs worden doorgevoerd, moeten in samenspraak met zowel de minister als de schoolleiders. Het nieuwe denken moet al in het komende schooljaar worden meegenomen, zegt minister Levens. Nu hebben we alleen maar een beetje geoefend, maar we moeten volgend jaar serieus gaan werken aan dat, aan die kleine veranderingen. Ik noem het zelf geen vernieuwing hoor, de pers noemt het vernieuwing en hier en daar noemt mijn staf het ook vernieuwingsbeweging. Ik noem het gewoon een verbetering van wat we al hebben, want zo helemaal nieuw is het ook weer niet voor u. Tijdens de consultatiegesprekken is er met de schoolleiders ook van gedachten gewisseld over het afronden van het schooljaar 2021-2022. Het houden van een onderwijsbeurs over de onderwijsvernieuwingen in de maand augustus, het starten van een summer school en of een naschoolsprogramma in de maand september om leerachterstanden bij te werken en het inzetten van permanente begeleiding voor leerlingen in de school.